Soldat Tirta hier. Ik ga eens een foto van die twee maken, hè? Nou, ja. Voilà, dat is er één om in te kaderen. Ik wou net zeggen, er staat ook nog een grill met een vrouw erbij. Precies, doe Ik ga de kant van anders is het beeld mislukt. Nee. Ah, precies, ze gewoon op. Moet wel lachen, hè? Oké, dan niet. Ja, komt helemaal goed. Dat is 100% dingen, rustvlees. 100% rustvlees. Ja, alleen de beker niet. Ja. Beker niet meer. En hoe noemen ze dat stijl van streetfood? Is dat gewoon de barbecue? Ja, dit is wel meer Amerikaanse. Amerikaanse, oké, is goed. En we hebben normaal ook een smoker en wat dingetjes van oud, Franse smoker. Oh ja, dat is in Amerika heel bekend, hè? Ja. In principe kan ik met deze ook, maar dat kan ik niet meer kennen. Dat is een beetje op. Ja, dat is rook eigenlijk, wat je doet. En die gaan jullie s'avonds daar doen, hè? Nee, ik doe hem in de busje, meestal. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dat wordt daar tussen de brood gedaan, hè? Ja. Ah, ja, oké. Ja. Dan ga ik er ook een beetje filmen. Ja, zeker. Voilà, ik heb al een foto van je getrokken, dus. Dankjewel, hè. Weet ik niet, krijg je me nog, hè? Moet je maar rustig vragen. Ja, je luistert dan niet. Ik wil het ook wel. Goed idee, man. Die staat op een compagnon van de baas. Ah, oké. Heb je geen naamkaartje, mevrouw? Nee, hè? Ah ja. Dat heet gewoon beefburgers, hè, die zaak. Oh ja, ik zie dat. Welke broodjes gaat je maken? Twee pieten. Nee, welke? Deze. Dan ga ik me erop concentreren. Ja. Waar is het precies voor? YouTube. Oh, oké. Okay. Oh, zelfs, hè? Allemaal aparte filmpjes van jullie hier. Oh, okay. Ik zal zelfs de naam geven. Heb je een Facebook-pagina? Ja. Ik zal die erop posten. Heb je die baas in, ja? Nee, de baas is er nog niet bij. Dat is de staatsgerichte compagnon. Ah, oké. Okay.
dus een armband. Ik heb hem gekregen omdat ik zei dat ik bang was voor de clown. Maar ja, is een armband. Moet je zo. Wil je ook een bloemetje? Ja, kijk eens aan. Wat zeg je daar, Roosje? Zeker. Was die slaap?